Hey mensen van PlanetCraft, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering. We zijn hier in een nieuw huisje, dat kunnen jullie misschien wel zien. Dit is mijn huisje. Daar heb ik een kistje met wat supplies zitten en hier zo met mijn bijzondere dingetjes. En hier beneden heb ik eigenlijk een soort woonkamertje met een keukentje erin en mijn crafting tabletje. Ik zal even laten zien aan de buitenkant hoe die eruit ziet. Kijk, Madagaskar 1. Kevin Kicks. De reden dat ik die gebouwd heb, deze huisjes willen wij op Madagaskar gaan planten. En dat mensen die misschien ook kunnen gaan huren. Ik vond dit wel echt een heel erg mooi plekje. Ik heb hiernaast ook wat sugarcanes en mijn eigen kleine mini farmpje. En daar is het kasteel met de grote muur. Ik ging heel even wat boompjes kappen. En ik ga heel even kijken of ik nog wat stenen kan meenemen. Want dan hebben wij een begin gemaakt aan de haven bij dat grote standbeeld. En die zou ik graag afmaken. Allereerst ga ik deze bomen maar even weghalen. Zo, en de eerste sapling is ook binnen. Dus die kunnen we al gelijk terugplanten. Dat is heel chill. Komt u maar, saplings. Oh, daar zit er eentje. Yes! Zo, dan kunnen we die hier terugplanten. Hoppa. En dan gaan we even naar boven. En hier binnen zien we dat er ook al redelijk wat van deze bomen staan. Zoals je ook hier ziet, werken we dus heel veel met die acacia. Dat hout, ja, dat hebben we nu ook nodig voor de muur, zoals je ziet. Dus ik hak hier ook nog even wat boompjes om. Kijk, hij is bijna gesloopt. Zetten we deze hier nog neer. Hoppa. Dan hebben we echt wel lekker wat hout. En hoe is het met de diertjes hier, jongens? Goed. Dat is fijn om te horen, jongens. Even kijken, dan kan ik het beste wat steen meenemen. Kijk, hier ligt wel lekker wat steen hoor. Zal ik dan alvast een nieuwe axe meenemen? Ik denk dat ze daarom in deze kist liggen. Zo, voor de zekerheid. Want het leek me wel leuk om een soort van handelshaventje te hebben. Dus ik heb hier al een beetje aan de muren gewerkt. Kijk, als je dit muurtje hebt, die loopt hier. Op een gegeven moment, hier moet een toren komen. En als je ook ziet, het muurtje is hoog genoeg dat mensen er zeg maar niet op kunnen gaan springen. Dus het is gewoon een lekker, redelijk laag, maar prima muurtje. Die heb ik ook aan deze kant. Maar hier moet hij dus nog helemaal doorgetrokken worden. En dan zien jullie hier dat ik een heel schattig klein bootje heb gemaakt. We hebben alleen geen schapen, dus ik kan geen witte wol maken voor aan de mast. Maar voor de rest staat er op zich wel gewoon een grappig, klein, schattig bootje. En dan zien jullie ook hier zo dat ik hier al een beginnetje heb gemaakt. En ik dacht zelf, laat ik alvast beginnen aan die toren daarachter. Of die. Dat kleine torentje. Misschien is dat handiger. Want wat me dan wel mooi lijkt is als we van... even kijken hoor. Wat is wijsheid? Ik vind het mooi. Dan hebben we hier van die sters. Wat ik dan altijd wel cool vind is als we... hier zo gewoon zo een randje van sters maken. Kijk, dan is dit torentje is voor mij af. Er moet alleen nog een vloer in en een trappetje omhoog en beneden natuurlijk gefixt worden. Even kijken waar we er veilig af kunnen springen. Ja, even in het water dan, denk ik. Kijk, het ziet er best wel oké uit. Gewoon een klein wachttorentje, zeg maar. Niet al te hoog, gewoon simpel. Maar ik heb nog een plan vandaag, wat ik eigenlijk wil doen. En daarvoor heb ik een bootje nodig. Hoe maak je een boot? Is dat iets met stokken? Hoe doe ik dit? Hoe maak ik een boot? Kun je die alleen kopen? Staat dat hier bij recepten, hoe je een boot maakt? Wat is dit voor een raar recept? En dan zo? Oké. Ik vind het apart. Ik zie er geen boot in, maar het zal wel. We hebben natuurlijk een varken, koe, kippen. De kippen zijn geregeld. Die kunnen we gewoon breeden. Maar we hebben en geen varken tweede. We hebben geen tweede koe. We hebben geen schapen. Dus ik dacht, hier zijn ze best wel schaars. Hier vind ik ze bijna niet. Maar misschien dat ik met het bootje naar Zuid-Afrika kan varen. Want Zuid-Afrika, dat is nog niet echt geclaimd. Dat is nog allemaal natuur. Zo is het natuur. We hebben namelijk onze leads mee. En we gaan gewoon even kijken of we een dier kunnen ontvoeren vanaf Zuid-Afrika.
Land in zicht. Kijk, hier is heel veel gebouwd. Hier ga ik niet eens proberen om aan land te komen. Kijk, want als we hier aan wal gaan... Mozambique. En als we hier verder lopen... Free World. Free World. Zuid-Afrika. Check. Je zou zeggen in deze ongerepte... Natuur. Dat er nog wel een diertje te vinden is. Ik moet zeggen dat ik zo de kippen geregeld heb. Ik ben ook hier in Zuid-Afrika geweest om een kip te stelen. Woont er iemand op Zuid-Afrika? Of is dit gewoon... Dit is gewoon een dorpje. Wow. Misschien had ik gewoon heel veel geluk toen ik tegen die kip aanliep hier op Zuid-Afrika. Ik dacht, er zitten hier dan vast ook meer dieren. Maar ik hoop gewoon dat we zeg maar aan het wandelen zijn en dat we straks in één keer... Horen of... Maar dat zal wel weer niet. Ik vind het echt zo'n omgeving waar ik als dier heen zou gaan. Klopt de hele avond rondjes? Oh, dan zijn we weer bij dat dorpje. Goddammit. We hoppen hier gewoon een beetje door het gras heen. Laten we daar maar een beetje uit de buurt blijven, uit die grens. De dieren houden zich ook stil natuurlijk, hè. Want die weten, ja, die Kevin, die ontvoert dieren. En we leven hier zo chill op Madagaskar. Zuid-Afrika. Nou jongens, jullie krijgen ook een heel fijn leven op Madagaskar, hoor. Dus jullie kunnen gewoon met me mee. Wow, Namibië. Oké, okay. Nou ja, we gaan weer weg. Sorry hoor. Nou, ik heb wel 1,5 credit ontvangen. Dat is heel fijn. Weet je wat we doen? We gaan op het gemakje terug. Ik denk niet dat ik dieren ga vinden. Helaas een kansloze missie. Geen dieren. Maar wat ik wel nog even wil vertellen, dames en heren, is dat ik eigenlijk weer op zoek ben naar 2 nieuwe inwoners. De invite-winnaars die er nu zijn, die zijn natuurlijk druk bezig met de mijn. En die gaan aan de slag met die muur. Maar ja, die muur rondom het hele eiland, dat is best wel wat werk. Dus ik vroeg me eigenlijk af of er nog iemand was die daar heel graag bij zou willen helpen. Of die dat leuk vindt, zo'n project, om die muur rondom het eiland te zetten. Wat ik eigenlijk ook nog zoek, is een invite-winnaar die misschien een beetje wil gaan handelen. Dus die al wat connecties heeft met andere landen. En die misschien als een soort welkomstgift wel een dier kan meebrengen. Een varken, of een koe, of een schaap. Dus, voel jij je aangesproken bij de aanbieding om mee te gaan helpen bouwen aan de grote muur rondom heel Madagaskar? Of voel jij je aangesproken dat je wel toe bent aan een nieuw avontuur op een leger eiland en dat jij een dier kan meebrengen als een soort welkomstgift? Laat het dan weten in de comments en dan ga ik iemand uitkiezen. Zo, ik stap terug op de boot. We varen wel even terug naar dat stukje. Waarvan ik weet, hier moet ik naar rechts en dan kom ik terug bij Madagaskar. Kijk, ik vind het wel tof dat je dus hier zo in dat haventje aankomt. Waar zo meteen niet alleen dat torentje, maar daar ook zijn torentje staat. En dan zie je straks het masje met het witte, doeken, zeg maar. Als we een schaap zouden hebben. En dan dat standbeeld. En voor de rest staat er natuurlijk een muur omheen, dus dan kun je Madagaskar niet in. Maar dat je altijd via hier zo, zeg maar, een soort welkomstplekje hebt. Maar we hebben wel even een leuk ommetje gemaakt naar de buren. En nou ja, ik denk dat het sowieso wel lach is voor jullie dat er weer 2 nieuwe invite winnaars uit mogen rollen uit deze aflevering. En die kies ik dan volgende week. Of in ieder geval deze week voeg ik ze toe op het eiland. En dat hoorden jullie dan in de volgende aflevering volgende week. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. En zoals altijd vanaf hier. Ciao.